12%. En veel van die jongeren kiezen na het onderwijs er toch nog voor om een baan buiten de bouw te doen. De bouwsector beseft het probleem en nodigt daarom massaal jongeren uit op de jaarlijkse beurs voor beroepsmensen. 4000 bezoekers verwachten zich hier op deze beurs voor installateurs van elektrische en sanitaire installaties, zonnepanelen, warmteboilers en ga zo maar door. 900 jonge bezoekers uit middelbare scholen krijgen eerst aparte sessies. Dus op de werf loopt je langs, je gaat je 2D-plan openen, je zegt oké, ik sta nu hier, je duidt dat aan op je plan en dan krijg je dus in 3D krijg je die technieken te zien. Voilà. Met tablets en 3D-kaarten de buizen en het plafond tonen. De toekomstige bouwvakkers, op een stoel en aan een tafel, ervaren zo dat de bouw mee is met de modernste technieken. Ja, ik vind het gemakkelijk om te zien hoe het huis of het gebouw er gaat uitzien. Dus ik vind het wel gebruikbaar. Ik denk wel dat dat kan helpen om de jeugd met die computers en zo allemaal aan te trekken richting die sector. Dus niet echt meer met je handen werken, hè? Veel minder als vroeger. En zo maakt het allemaal mee wat een elektricien moet doen. En de bouw een beter, moderner imago bezorgen, dat is nodig. Ook ze schreeuwen om volk. Er staan op dit moment zo'n 14.000 vacatures open in heel België. Op een totaal van een 200.000 werknemers is dat toch niet weinig. Een interessanter, moderner imago met 3D-technieken en printers, dat is vooral belangrijk om jongeren te lokken. Want de jeugd kiest steeds minder voor een opleiding in de bouw. Het aantal jongeren in bouwopleiding middelbaar onderwijs is in heel het land de afgelopen 5 jaar met 12% gedaald. Plus, we zien ook dat de helft van de leerlingen uit dat onderwijs ook niet doorstromen naar de bouw. Dus daar is ook heel veel werk nog te realiseren. En veel meisjes zagen we hier ook al niet. Zelfs al hebben ze troeven, zeker nu de technieken verfijnen. Wij meisjes hebben fijnere vingers, fijnere handen. Dus de meeste mensen vinden dat ook leuk om meisjes te hebben in hun werkomgeving, want ze kunnen meer, ja, fijner werken.